Welkom, mijn naam is Roberto Alvarez en in deze video kijken we naar paragraaf 3.2, winst of verlies. Dit zijn de drie lesdoelen van paragraaf 3.2. Hoe bereken je winst of verlies? Wat is de arbeidsproductiviteit en hoe kan die toenemen? En wat is de productiecapaciteit van een bedrijf? Van omzet naar netto resultaat. Op deze slide heb ik een compleet overzicht gemaakt vanaf de eerste stap, namelijk het berekenen van de omzet, tot aan het laatste punt, het berekenen van het netto resultaat, of dat nou winst of een verlies is. Laten we eerst even beginnen bij het begin, en dat is namelijk het berekenen van de omzet. De omzet berekenen we door de afzet keer de verkoopprijs te doen. Even terughalen, wat was ook alweer de afzet? Afzet is het aantal verkochte producten, dus ik moet op zoek naar het aantal producten wat ik verkocht heb. Dan ga ik naar de inkoopwaarde. De inkoopwaarde is de afzet keer de inkoopprijs. Dus ik moet opnieuw mijn aantal verkochte producten gaan vinden en dat vermenigvuldig ik met de prijs waarvoor ik de producten toentertijd heb ingekocht. Vermenigvuldig ik dat, dan heb ik mijn totale inkoopwaarde. Omzet minder inkoopwaarde levert mij een bruto resultaat op. Dan heb ik dus nog geen eindantwoord, dit is eigenlijk een tussenresultaat. Bij mijn bruto resultaat zit geen btw, want bij de omzet mag ik namelijk geen btw gebruiken. Ik heb de verkoopprijs, geen consumentenprijs. Onthoud dat goed. Dan heb ik dus mijn bruto resultaat en heb ik nog één stap te gaan om mijn netto resultaat te berekenen. Ik moet namelijk nog mijn bedrijfskosten ervan afhalen. Ik heb hier een aantal voorbeelden van bedrijfskosten genoemd. Zoals de huur van een pand, het betalen van mijn elektriciteitsrekening en mijn personeelskosten. Haal ik ook deze kosten eraf en de rest van de bedrijfskosten, dan kom ik op een netto resultaat. Het kan zowel positief zijn, dan heb ik een netto winst, als ook negatief, dan heb ik een netto verlies. Bedrijfskosten zijn dus alle kosten die een ondernemer maakt om zijn bedrijf te kunnen runnen. Ik liet er net drie zien, maar er zijn nog vele andere voorbeelden te noemen. Op deze slide heb ik een voorbeeldsom voor jullie gemaakt om de formules die we net hebben gezien nu in de praktijk toe te gaan passen. Van een winkel zijn over 2016 de volgende gegevens bekend. De afzet was 3000 stuks. Mijn gemiddelde inkoopprijs per stuk is 35 euro. Mijn gemiddelde verkoopprijs per stuk is 75 euro. Ik heb loonkosten van 30.000 euro. En ik heb nog overige kosten ter waarde van 25.000 euro. Mijn vraag is, bereken zowel de bruto als de netto winst. Let op, altijd exclusief btw. Dit is de uitwerking van de voorbeeldsom. Mijn afzet was 3000 stuks, keer mijn verkoopprijs van 75 euro, levert mij een omzet op van 225.000 euro. Stap 2 is op zoek naar de inkoopwaarde. 3000 stuks afzet, keer mijn inkoopprijs per stuk van 35 euro, levert mijn totale inkoopwaarde op van 105.000 euro. Op dat moment heb ik dus een bruto winst van 120.000. Ik had ook nog bedrijfskosten, namelijk loonkosten en overige kosten. Die twee bij elkaar opgeteld waren 55.000 euro. Dat haal ik van mijn bruto winst af en in dit geval levert me dus een netto winst op van 65.000 euro. De productiecapaciteit. Dit begrip betekent niets anders dan hoeveel een bedrijf maximaal kan gaan produceren. Het is afhankelijk van alle beschikbare kapitaalgoederen en arbeidskrachten die een bedrijf tot zijn beschikking heeft. Met kapitaalgoederen bedoel ik in dit geval bijvoorbeeld machines om producten te kunnen maken en arbeidskrachten zijn jouw medewerkers die de producten met behulp van machines kunnen gaan produceren. Technologische ontwikkelingen die hebben behoorlijke invloed op de productiecapaciteit van het bedrijf. Productietechnieken en machines worden namelijk steeds beter en daardoor wordt het productieproces ook vaak steeds kapitaalintensiever. Wat ik met kapitaalintensief bedoel, zullen we in het vervolg van deze video gaan zien. Hierin zien we een voorbeeld van technologische ontwikkeling. Ik heb in dit geval gekozen voor de productie van een auto. Links zien we de wijze waarop vroeger auto's werden gemaakt, in dit geval de T-Ford. En rechts zien we hoe auto's op dit moment worden gemaakt, in dit geval
in de fabriek van Seat. Links zien we weinig tot geen machines en rechts zien we juist weinig mensen tot geen mensen en juist heel veel machines die aan het werk zijn. Links is het daarom niet kapitaalintensief, maar juist arbeidsintensief en rechts hebben we te maken met kapitaalintensieve productie. Bij onze productiecapaciteit kunnen we te maken hebben met onderbezetting. Dat betekent dat niet alle machines gebruikt worden die er zijn, of dat er niet voldoende werk is voor het personeel. Naast onderbezetting kennen we ook overbezetting. Dat betekent dat er meer vraag is naar de producten dan dat het bedrijf met zijn machines en personeel aan kan. Dus heel veel mensen willen iets hebben, maar het bedrijf kan het gewoon niet maken, omdat ze of niet voldoende machines hebben, of misschien geen voldoende arbeidskrachten tot hun beschikking hebben. Het gaat dus niet lukken om aan de vraag te voldoen. Het begrip arbeidsproductiviteit betekent de productie die elke persoon in een bepaalde tijdseenheid maakt. Er werken namelijk heel veel mensen aan een bepaald product gedurende zo'n productieproces. Denk bijvoorbeeld aan een kledingfabriek. Je hebt de naaisters, maar je hebt natuurlijk mensen die snel iets aan elkaar kunnen naaien en mensen die er wat trager in zijn. Daarin zit dus verschil in hoe snel medewerkers werken. Daarom spreken we ook van degene die sneller en of meer maakt, dat die een hogere arbeidsproductiviteit heeft dan iemand die maar heel sloom en weinig producten in dezelfde tijd maakt. Hierin heb ik even een aantal punten opgesomd waar de arbeidsproductiviteit van afhangt. Het hangt af van toepassingen van moderne technieken. Denk hierbij aan machines die de medewerkers kunnen helpen om meer in dezelfde tijd te maken. Een tweede voorbeeld is het opleidingsniveau van de werkende bevolking. Hoe beter ze zijn opgeleid, hoe beter ze normaal gesproken hun werk uit kunnen gaan voeren en daardoor meer en beter kunnen produceren in dezelfde tijd. Punt 3 is arbeidsverdeling en specialisatie. Arbeidsverdeling houdt in dat we het werk gaan verdelen onder de mensen. We gaan niet allemaal alles maken, maar we gaan bijvoorbeeld zeggen, persoon 1 draait de schroeven erin, persoon 2 zorgt dat de platen klaar liggen en persoon 3 zorgt ervoor dat het ingepakt wordt in dozen. Specialisatie heeft ermee te maken dat je je dus gaat specialiseren in een bepaald onderdeel en dat je daar erg goed in wordt. Als je ergens goed in bent, betekent het ook vaak dat je daar sneller resultaat mee gaat boeken. Punt 4. De beloning. Je kunt aannemen dat als ik mensen extra ga betalen in de vorm van salaris, dat ze extra gemotiveerd zijn om te gaan werken. Je kunt ook eventuele bonussen toe gaan passen. Denk aan een voorbeeld waarbij je zegt, voor elke 100 producten die je goed hebt gemaakt, krijg je een extra geldbedrag. Daarmee stimuleer je dat mensen ook meer en beter gaan produceren in dezelfde tijd. Ten slotte hebben we nog de arbeidsomstandigheden en werksfeer. Als mensen zich prettig voelen op de werkvloer, dan gaan ze vaak beter werken. Je kunt bij werksfeer ook denken aan hoe het gebouw is ingericht. Is het aantrekkelijk om daar te werken? Zijn er bijvoorbeeld planten of is het een hele saaie plek om te werken? Nou, dan kun je ervan uitgaan dat mensen minder snel en minder goed gaan werken. Hierin heb ik even een plaatje gemaakt voor jullie waarin ik de arbeidsproductiviteit stap voor stap heb uitgelegd. Hoe werkt zoiets? We beginnen links bij de arbeidsproductiviteit die gestegen is. Op het moment dat ik dus meer ga produceren in dezelfde tijd, dan zorgt dat ervoor dat ik naar stap 2 kan gaan. Want mijn loonkosten per product zullen dus gaan dalen. Je betaalt namelijk mij voor een uur, maar in dat uur ga ik meer producten voor jou maken. Jij kunt dus mijn loonkosten verdelen over meer producten die ik heb gemaakt. En daardoor dalen de loonkosten per product. Het gevolg daarvan is dat jij als eigenaar kunt zeggen, mijn loonkosten per product zijn gedaald, daardoor zijn mijn totale kosten per product ook gedaald. En kan ik dus mijn verkoopprijs omlaag gaan halen, wat aantrekkelijker is voor mijn consumenten. Als gevolg daarvan zul je zien dat jouw afzet waarschijnlijk gaat toenemen. Je gaat dus meer producten verkopen, omdat je jouw prijs hebt verlaagd. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video van paragraaf 3.2 Winst of Verlies.
Vond je deze video nuttig? Like hem dan alsjeblieft. Heb je een vraag of een opmerking? Plaats je dan onder deze video. Ik bedank u voor het kijken en graag tot de volgende keer.